Yo, what up gasten? Welkom bij alweer een verse nieuwe derde video. Mocht je denken waarom staan we in de keuken, dat is heel simpel omdat ik jullie kookles ga geven. En voor koken heb je allereerst een pan nodig. Naast de pan heb je ook vuur nodig. En je hebt gas nodig. Nou, je doet ze nu samen. Hoppa, je hebt vuur. Stap 1 is voltooid. Daarna zet je de pan op het vuur. En stap 2 is voltooid. Dan leg je het eten in de pan. Ik heb gekozen voor knakworstjes. Terwijl die eigenlijk gewoon in de magnetron moet doen. Maar kom op, in de pan is het toch veel lekkerder. Je doet een paar knakworstjes in de pan. Er liggen 5 knakworstjes in de pan. Je zet het pan op het vuur. En het vuur zet je op zijn hoogste stand. Ik heb geen idee waar het heen gaat, echt niet. Oh, je kut, boter. Kut. Dan pak je 3 minuten na tijd nog snel de boter. En je gooit er een beetje boter in. Kijk eens aan, ziet dit er niet uit als een delicatesse? Zit zelfs hier de boter. Ziet dat er niet smakelijk uit? Dan schud je het gewoon een beetje door elkaar heen. En dan is het nu tijd om te denken wat je bij de knakworstjes wil. Dan kijk je eerst even in de koelkast wat je allemaal hebt. Ik zie dat ik een volle fles mosterd heb. En een beetje mosterd bij de knakworstjes is goed. Normaal doen jullie pas mosterd bij als de dingen iets beter gaar zijn. Maar wij doen het er nu alvast bij, zodat het in de knakworstjes gaat. Ik heb echt geen idee waarover ik praat. Oh, lekkere kleine laag. Kijk eens, je ziet de mosterd en je ziet dat ze allemaal lekker gaar worden. Het ruikt naar aangebrande mosterd hier, echt. Nou, nu het allemaal een beetje lekker aan het sudderen is, de knakworstjes, de mosterd en de boter. Dan ga je nadenken over wat je erbij wilt drinken. Laat voor het gemak even cola doen. Je kan wel de cola apart drinken van de knakworstjes, maar als je het allemaal samenvoegt is het veel lekkerder. Dit is echt by far het meest domme wat ik heb gedaan. Dit is echt heel tof. Oké, dan ga ik jullie nu even laten zien hoe het eruit hoort te zien. Zien jullie het? Ziet er heel lekker uit, nietwaar? Je hebt cola, mosterd, knakworstjes en heel veel boter. Ga je het een beetje lekker roeren? Dan beginnen we nu langzaam een beetje met opruimen. Je zet eerst de cola gewoon weg. De mosterd doe je weg. En zoals je kan zien, het begint nog steeds lekker door te zitten. Cola trekt al lekker in de knakworstjes, dus dat gaat lekker vies worden. En dan beurt hier nu echt naar mosterd cola lucht. Even de afzuigkap aan zitten. Ziet dat er niet verrukkelijk uit? Je begint nu een beetje die aangebrande lucht te ruiken. En dat is alleen maar het lekkers. Hoe aangebrander, hoe lekkerder. Je merkt dat ze al een beetje bijna gaar zijn. Nu doen we er even voor het gemak ook melk bij. Zodat die melk goed in de knakworstjes kan gaan trekken. Check dit dan. Holy shit. What the fuck? Wat is het voor kogeltruc? Juist, gasten, kijk eens. Ziet er heel smakelijk uit. Nou, het is allemaal lekker gaar nu. Je kan nu allemaal lekker gaan opscheppen op een bordje. Shit, kijk die pan. Holy fuck. Ai, ai, ai. Echt smakelijk eten dit. Hij is helemaal aangebrand, bijna shit. En dat was alweer de video voor deze week. Zoals je kan zien, ik heb het een beetje veranderd hier om me heen. Omdat ik dit iets leuker vind. Ik hoop dat je hebt genoten van deze video. En als je ervan hebt genoten, dan even een groen duimpje. Deel deze video ook met je vrienden via Hive, Twitter, MSN. Blablabla. En mocht jij je ook afvragen of ik dit nu ga opeten of niet. Dat zie je over een paar weken. Ik twijfel er zelf ook nog over. Dus misschien ga ik het opeten, misschien ook niet. Aan deze kant zie jij nu mijn laatste video staan. Daar kan je gewoon op klikken. Je ziet ook nog een vraagteken staan. Kan je ook gewoon op klikken, wat je doorklikt naar een random video. En vergeet ook niet te abonneren op mij en mijn tweede kanaal. In het geval je dat nog niet gedaan hebt. En dan was hem alweer zo'n beetje. En gasten, ik check jullie later.